De medische voorziening in het binnenland is in gevaar. Dit haalde BEP-parlementariër Ronnie Assabina vandaag aan tijdens een openbare vergadering. Hij wijst erop dat de medische zending, die verantwoordelijk is voor en belast is met de medische zorg in het binnenland, ruim 2 weken in actie is. Door de actie van de medische zending wordt voornamelijk in Brokopondo het leven moeilijker voor de mensen, legt Assabina uit. U weet hoe het leven duur en ondraaglijk, voorzitter, en killing is in het binnenland, voorzitter. Voorzitter, alsof de duivel er direct beschikt maar over 1 ambulance en 1 chauffeur, voorzitter. Hier aangekomen in Paramaribo, een patiënt derde, voorzitter. En de familie zit met het bedrag van 6000 SRD die neergeteld moet worden, voorzitter. Iemand die verzekerd is, voorzitter. Dit is wat het binnenland, met name, voorzitter, ja, moet ervaren. Hier in Paramaribo kan ik me niet indenken dat een ziekenhuis, ja, of een zorginstelling 2 weken lang staat, voorzitter, zonder dat land die grijpt in. Maar binnenland natuurlijk bah. Medische zorg nodig, voorzitter. We vragen bijzondere aandacht daarvoor. Gregory Rusland van de NPS heeft tijdens de vergadering ook aandacht gevraagd van de regering voor de algehele situatie in het land. Hij is van mening dat er maatregelen getroffen moeten worden om het land op spoor te brengen voor wat betreft een aantal economisch-financiële vraagstukken. Maar waarbij, voorzitter, bij het nemen van die maatregelen, en dan zien we dat er vanuit de regering wordt gewerkt aan een vangnet en dergelijke, maar dat tegelijkertijd, wanneer die maatregelen getroffen worden, het niet doorcijpelt naar het volk, dat het volk geholpen wordt om door deze moeilijke fase heen te komen. Het is maar dat in staat voor pijnen en pijman op dagelijkse basis, om aan hun voeding en hun huishuur te kunnen voldoen. Dan begrijpt u dat de mensen het moeilijk hebben en dan gaan de mensen in beweging komen. Voorzitter, wij doen andermaal een beroep op de regering. Om ervoor te zorgen dat die maatregelen die zo getroffen moeten worden, zodat naar de mensen toe duidelijk is dat die regering ze een handje wil helpen, dat dat inderdaad ook gebeurt. Rusland roept de regering op om tact te gebruiken ten aanzien van de situatie in het land, ervoor te zorgen dat de rust bewaard wordt, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan het oplossen van de daadwerkelijke problemen van het land.